Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Pokémon Grand Colosseum met Nandoing. Lekkering. Zeker lekkering. Jij was benieuwd, zei de vorige aflevering, wat voor team Myron heeft. Ja, want normaal gesproken gebruikt hij Electrode. Nu ook. En spamt hij alleen maar donder. Oh. Dus ja, ja. Maar goed, Ik heb nu die link van Game Rant geopend met best challenges om Pokémon harder te maken. En ik zie eigenlijk alleen maar dezelfde dingen die we zelf ooit hebben gedaan. Oh, ik denk dat hij voor Explosion gaat trouwens. Oh. Anders zou die Magneton niet Protect doen, lijkt me. Ik heb hem geflanged dus. Lekkering. Nou. Oh, dit is wel wat minder, ja. Maar oké. Okay. Maar ja, ik heb wel gespeedboost, hè, dus nu ben ik eerder als het goed is. Yes. Als we op Electrode focussen, dan komt het wel goed. Ik denk ook niet dat hij nu zelf de struct gaat doen, waarschijnlijk. Anders is hij wel heel erg stupido. Kabooming. Kaboom. Ja, oh. Explosion. Kaboom. Nou, dan is hij best wel stupido. Kaboom. Oeh, 4 HP. Dat was een crit. Wow. Ik denk niet dat Sneasel het overleeft trouwens. Dat klopt. Welke Pokémon heeft hij normaal nog meer? Alleen maar Electrode. Oh. En dan nu doet hij alleen maar donder. Ja. Hier probeer je dan meestal met je Typhlosion Blaze te krijgen. Mm. Ik heb het zelf alleen nooit geprobeerd. Oh, dit waren zijn Pokémon. Ja, dat waren er maar 2. En dan geef je nu de sleutel voor die andere deur. Maar nu wil ik ergens healen. Ja, volgens mij kan je dat in dat andere gebouwtje doen. Ik dacht dat daar een healing machine stond. Zou ik gewoon doorlopen dan? Ja, je kan nog even naar beneden. Wat? Dan zien we waar we zijn. Herken je dit? Oh, wauw. Ah, en itembox, sorry. Dat had ik wel bij moeten zeggen. Maar dat we dan zo ver... Er klopt helemaal niks van die map. Hey, maar we gingen met de... We gingen met de metro. Ja, dat met is de waar. Metro. Oké. Vooruit. Dus het is mogelijk. Ja. Maar zo smokkelde Cypher, zeg maar, de Shadow Pokémons naar Pyrite Town. Ja. Dus maken ze hier, dan sturen ze die via de metro naar... Moet je nu hier? Die Under, ja, daar moeten we naartoe. Oh, er staat hier... Oh, in XD staat hier een healing machine. Ja, ik weet even niet... Oh, hier denk ik. Ja, daar moet je mee praten. Ik zal even moeten kijken... Als ik even een speedrun vind... Ik kijk wel even waar ik kom als ik met de... Met de lift gaan. Ja, ja. Even kijken. Dan ga ik heel even snel door een speedrun footage heen kijken wanneer zo'n gast hier langs een healing machine loopt. Hier zijn echt kapot veel trainers. Even kijken hoor. Je hoort trouwens inderdaad hier naartoe te gaan waar je nu naartoe loopt. Ja, okay. Of waar je naartoe was gelopen. Ja. Dus links. Ja, ik hoop daar ergens een... Healing machine. Healing machine te zoeken, vinden. Nee, die zit niet bovenin in ieder geval. Dat weet ik 100% zeker. Okay. Je moet dan een verdieping naar beneden. En dan dacht ik weer met een lift ergens naar boven. Maar dat is halverwege. Even kijken. Kijk, want hier ga je weer tegen een Electrode trainer vechten. Met Magnetons. En die heeft dan weer een sleutel voor een deur. Nice. Cypher Beyond Call. Blastoise en Porygon. Oh, dat is nieuw. Nice. Ik denk dat je best naar een stadje kan gaan om te healen. Maar je moet aardig wat trainers doen voordat je bij een healing machine terechtkomt. Oh, die Porygon... Het ziet er zo lelijk uit. Ik vind het wel grappig of zo. Ja, dat wel. Kaboom. Kabooming, dat was Porygon.
Dan gaat hij spacen. Oh, heb je ooit de faint animatie van Porygon 2 gezien? Misschien. Ik kan me niet meer herinneren in ieder geval. Oh. Ik vind die van Fireplume altijd leuk. Oh ja, die is ook heel leuk. Maar die van Porygon 2 die is ook heel leuk. Dan spaced hij hem dood. Het is een beetje net zoals Porygon. Oeh, een Ice Beam. Waarom zou die Ice Beam doen? Oh, dat is wel kut, want dat betekent dat hij Ice Beam kan. Ja. Ik kan het toch maar proberen. Oh. Maar ik moet dus helemaal terug naar Stadion Tieren. Dat is wel echt zwaar naar. Ja, dit was een beetje Colosseum. In XD zijn ze wat gulziger. Dan hebben ze wat meer van die healing machines neergezet. Ik krijg nu een appje, want ik zit in die Pokémon Go appgroep van waar ik woon. Ja. Ik zit iemand te klagen over muziek bij de buurtschuur. Wow. Het staat wel erg hard, want ik hoor het over mijn serie heen. Die man die is ook wel een beetje apart. Ja. Ik had dan van anderen gehoord dat zodra de gym bij, naast mijn huis geel wordt, ja. En hij dat ziet, dan wordt hij boos en dan gaat hij het heel snel rood maken. Hey, ik kan 6 opvangen. Oh, dat is wel een goeie. Een Skysword, zoals Pasman zou zeggen. Ja, zoals jij ook heel vaak zegt. Ik zeg ook heel vaak Skysword, inderdaad. Ik had het echt... denk ik 10 minuten geleden of zo over dat ik zo'n pagina had gevonden van Game Rant met Pokémon Challenges, maar er staan echt alleen maar dezelfde dingen in die en als je, echt letterlijk zoekt naar Scarlet en Violet Nuzlocke Challenges of zo. Scarlet Challenges. Het hoeft niet per se een Nuzlocke te zijn overigens van mij, hè? Maar... Nee, weet ik. Ik kijk hoor. 100 trade, generation only, monotype, clone challenge. Wat is dit dan? The first site we will be making up the entirety of the disc once again, either create. Die snap ik niet helemaal. Then make it this Pokémon which. Oh. Je gaat dan een getal tussen 1 en 400 kiezen. Ja. Yeah. Nou, stel je voor dat het dan Pikachu is, dan moet je een volledige team van Pikachu gebruiken. Ah, oh, nee, we gaan geen full team van één Pokémon doen. Kijk, Only Run, Never Heal Challenge. Dan gebruik je geen potions of een Pokécenter. Nee. Wat we wel kunnen doen is wat je net zei, maar dan daar een soort light versie van. Dat je gewoon 1010 Pokémon en dat je dan gewoon rolt welke Pokémon je krijgt. En dan kijken of die wel beschikbaar is en dan de first stage ervan. Ah, oké. Okay. Oh, eigenlijk een beetje zoals Survivor Lock wat jullie deden. Oh, maar dan niet Survivor Lock. Oké, nou kan. Maar het hoeft niet, hè? Alles is nog open, we zijn nog niet begonnen. Ja, weet ik. Mm. Maar ik hou hem in gedachten. Dat is zo mooi, hè? Dan zitten we halverwege deze serie en we gaan nu al op het volgende bedenken. Ja, maar we zijn toch al best wel ver in deze serie, of valt dat al mij? Ja, zeker over de helft heen. Dat wel. Alleen dit stuk duurt heel lang en dan heb je heel Game Tower duurt ook nog wel lang omdat je aardig wat bosses hebt. Want je hebt zometeen natuurlijk de admins die je weer opnieuw moet verslaan. Dan heb je Gonzap nog waar je tegen moet vechten. Dan heb je, wat waren het, 4 of 5 trainers achter elkaar in de Rel Game Tower. Dan heb je Nescor. En dan heb je pas Ephes. Dus dat zijn aardig wat battles. Maar ja, dit is ook de Pokémon Battle Game in principe. Even kijken. Iemand op Reddit heeft een post gedaan van wat zijn leuke challenges. Weet je wat ik ook ooit een keertje heb gedaan? Met anderen?
Wat is trouwens de makkelijkste stad om te healen? Dan moet ik even kijken. Agate, denk ik, of niet? Ja, of die tweede stad. Die. Fennec, ja, want dan heb je de center gelijk links. Of Mount Battle, die is ook wel redelijk dichtbij. Ach ja. Nee, Mount Battle is allemaal... Oh ja, wel. Nee, Mount Battle is nog dichterbij, denk ik. Ik denk dan de volgende keer bij Mount Battle healen, als we nog niet bij de healing machine zijn. Maar goed, dan deden we een Apocalock. Heb je daar ooit van gehoord? Nee. De kennis van dat soort, die zo'n run is verwijderd ook op een gegeven moment. Maar dat houdt dan in dat je in een soort van zombie-apocalypse zit. Ja. En dat je dan alleen maar mons van een bepaalde type kan vangen. Want de rest zijn allemaal zombies of zoiets dergelijks. Die hebben het niet overleefd. En dan heb je iets van 25 situaties of zo. Ik moet even kijken of ik dat document nog ergens heb op mijn computer. Want het was ooit verwijderd. Maar ik had nog screenshots of zo genomen. Is het niet gewoon bijna hetzelfde als monotype? Nee, want monotype, dan heb je maar één type. En bij een Apocalock, dan heb je iets van 3 of 4 types die je kunt gebruiken. Oh, net als Avatar Lock eigenlijk. Ja, eigenlijk net zoals Avatar Lock. Kijk hoor. Kijk, ik heb wel de regels. Oh, en elke keer als je een Pokémon vangt, dan krijgt hij een bepaalde rol. Dus een soort van perk of wat dan ook. Oké. Okay. Maar ja, dat is wel een beetje redelijk lastig. Kijk hoor. Nou, als je, want dan moet je een dobbelsteen... Weet je wat we trouwens kunnen doen? Het is voor ons allebei zeg maar een game waar we op internet kunnen. Omdat het geen subaccount is, zeg maar. Ja, dat is waar. Dus we zouden een cage lock kunnen doen. Ah ja. Dat is ook... Gewoon een old school cage lock, zonder problemen. Yo, dat is wat dik. Ik denk wel dat jij mij helemaal inmaakt, maar ik vind het wel leuk om dat een keer te doen. Ai. Ik weet hem nog, om hem nog kutter te maken. Mm. Wondertrain. Oh, dat is wel vet. Dat zit toch in de game? Ja. En je zou nog eventueel dan mons van de DLC kunnen krijgen. Ja. Oh, ik vind dat helemaal niet zo'n heel slecht idee. Kijk, hoppakee, we hebben een... En dan een Wonder Cage Lock. Wonder Cage Lock, let's go. Dat lijkt me episch. Je zit alleen wel dat we moeten rekening houden met een level cap. Want als je bijvoorbeeld een level 42 mon krijgt, terwijl je nog niet eens de eerste badge hebt. Oh ja. Dan zou je hem weer opnieuw moeten gaan ruilen. Ja, precies. Dat je, ja, dan is de regel gewoon dat je hem opnieuw moet ruilen. Dan mag het niet over een bepaald level heen zijn. Mm-hmm. Maar oh, dat vind ik nou al een goed idee. Ik zal wel eventjes nu gaan kijken van wat je zo al krijgt. Want als we alleen maar van die lechonks krijgen, dan... Dat is ook grappig. Ja, we doen gewoon dupe-regel, hè, dat je dan opnieuw mag. Ah, dat is waar. Nou, en in principe is het niet echt een race, want je moet op elkaar dus een beetje wachten. En ik hoef nu niet op Sander te wachten. Dat is waar. Ja, daar zit al een hele groot verschil in. Ja. Maar nu zit ik wel een beetje stress op mezelf. Nu moet ik het ook echt gaan waarmaken dat ik het niet zo traag ben. Ja, maar je bent niet zo traag als Sander. Nee, oké, dat is waar. Dat is waar. Sorry, Sander. Maar we houden nog wel van je, dat je dat weet. Vergeet niet, hè, ik ben voor je opgekomen met dat gedoe met Paddy. Dat je dat even weet. Check WhatsApp en dan moet ik even een datum erbij pakken. 22 september 2023 Sandering. Check hoe ik toen voor je ben opgekomen. Oké, ik ga even kijken, want... Surprise trading is inderdaad een ding. Ik ga even kijken wat ik dan zowel kan krijgen. Het ding is wel, ik ga wel dingen als Lechonk nu rijden. Dus ik verwacht niet al de beste goede dingen. Even kijken, surprise trade. Hier heb ik een box met Lechonks.
Ja. Oh, en je moet zeven van tevoren. Maar dat is geen probleem. Oké. De eerste is geruild. Kijken wat we krijgen. Oh, je moet inderdaad die kant op. En dan kan je nu die key gebruiken. De eerste mon die we krijgen is Drifloon. Nou, dat is best grappig, toch? Ja. Nou ja, dat is... Oh, ik vind het nou al een top idee. Ik denk dat ik wel genoeg weet. Ja. Want bij die eerste trade weet ik al genoeg. En je zou meerdere kunnen ruilen. Moeten we dan alleen even kijken hoe we dat dan met vangen doen, want... Ja, ja, dan moet ik gewoon eventjes regels over afspreken. Maar dat komt wel goed, daar ben ik niet zo bang voor. Ja, 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 ja. Lekkering. Lekkering. Ik heb er nou al zin in. Ja, ik ook. Maar goed, we moeten eerst dit nog even afmaken. Ja. Want, we hebben ook al in die tussentijd hebben we heel lang niet kunnen opnemen. Zowel van mijn kant als van jouw kant. Alhoewel, de laatste tijd is het bij mij gewoon heel erg kut. Nou ja, en bij mij is het ook met mijn vakantie en zo, hè. Ja, dat is waar. En het is nu gewoon een toeval dat we nu gewoon een paar keer, gewoon nu kort achter elkaar, best wel wat afleveringen kunnen opnemen. Mhm. Nou, en je hebt tussendoor ook nog series met Jordi. Ja, ook nog. Dus ja. Maar goed, dat is ook bijna voorbij dan. Want wil je spoilen in welke generatie je nu zit? Ja, generatie 6. Oh, je zit al in 6? Ja, ja, ja. Ik ben bij Gym 7, geloof ik. Serie is ook al bijna klaar. Ja, en dan gaan we verder met Pokémon Kingdom. Eindelijk. Hey. Oh, want dat wilde jullie nog afmaken voordat jullie verder gingen. Ja, voordat we verder gingen met Pokémon. Maar we konden niet verder met Monotype toen we bij hem waren, zeg maar. Dus toen zijn we aan Pokémon begonnen. En dan zit ik elke keer te wachten tot ik verder mag. Oh, die Kingdra kan je vangen. Oh, nice. Die kan wel redelijk goed zijn. Ja. Maar goed, als hij niet dood is zo, dan... Maar ja, en desnoods, je hebt al een redelijk goede Dragon type. Mm-hmm. Dit is... Trouwens, hè. Mm-hmm. Weet je wat ik heb gehoord? Nou. Dat Shiftry gewoon een buff heeft gekregen in Gen 9. Nou, dat mag ook wel. Dat had ik echt niet verwacht. Kijken, man. Als ik het zie, dan weet ik wat het was. Ze hebben een ability van hem aangepast. Dus early bird of zoiets dergelijks. Dat is nu windrijder. Wat dat doet is dat hij immuun is tegen wind moves. Dus dingen als blizzard, icy wind, hurricane. Dat heeft geen effect. En als je tailwind gebruikt, dan boost hij zijn attack met één stage. Oké. Okay. Dat is wel veel beter dan dat het eerst was. En volgens mij had hij ook weer wat nieuwe moves gekregen. Even kijken. Volgens mij had hij al toegang tot Leaf Blade. Drill Blaze. Ik dacht dat er nog een hele goede move ertussen zat. Oh ja, Grassy Glide kan hij gebruiken. Moeten we Rusty trouwens niet gaan toevoegen aan de app? Oh ja, dat zou wel vet zijn. Ik vind dat hij er wel bij hoort. Jawel hè? Ja. Ik zat er al een paar keer over na te denken. Ik moet in ieder geval iemand erover hebben zonder voordat ik hem maar... Ik denk dat niemand er problemen heeft. Nee, dat denk ik ook. Ik geef een healing. En als Rusty dit hoort, dan weet je precies wanneer dit gebeurd is. Hij zal het al waarschijnlijk weten. Oh ja, trouwens, Heatwave werkt dan ook niet op Shiftry, hè? Dat is ook een windmove. Echt? Ja! Dat is vet. Oh, dat is echt wel goed.
Ik ben trots op Nintendo. Of op Game Freak. Yes. Ik ga even. Ik zit even te kijken. Werkt lead sheet op dit ding? Op Shift 3? Want anders hebben we. hebben we een leuke counter tegen Wojin. Yeah! Dat kunnen we wel gebruiken, toch? Ja, zeker. Even kijken, Lichy. Nou, al mijn salt kan je er ook op die slak gooien. Daar gaan ze ook dood van. Ja, daar gaat hij ook inderdaad dood van. En volgens mij werkt Lichy niet op grass types. Maar ik kan het nu even niet zo 1, 2, 3 snel vinden. Even kijken. Does Hupplepup work on grass type? Lead sheet will not work against grass types. Woo. Fuck jou, Petneg. Nee, dat zou meer wat zijn voor Sander om te zeggen. Fuck jou, ja. Paddy. Ik heb... hoe heette die Torkoal ook alweer? Ik heb Schilly. Ja. Nu heb ik Schilly. Precies. Hoppatee. Hoppatee. Goed, waar komen we nu terecht? Moeten we hier naar links? Oh, dat kan niet. Je kan naar links. Ja, je kan wel. Want in principe moeten we nu op zoek gaan naar de DNA-sample. Die ligt hier inderdaad. Hier. Kijken. Eén okay, DNA-sample. Zit er nog eentje links? Ah, bad RNG. Oké, okay, nee, dan gaan we verder. Oh, is dat RNG? Ja, want elke run dan worden die DNA-samples ergens anders geplaatst. Oh, ja. En... de hoeveelheden kan ook verschillen, want in sommige runs kan je ze alle drie vinden. Ja. Bij andere vind je er maar twee. Okay. En dan moet je het wachtwoord raden, want er is een, aan het einde voordat je tegen de admin gaat vechten, mm-hmm. is er een keypad met 9 toetsen en je moet dan de juiste toets indrukken. En de toetsen zijn allemaal Pokémon. Okay. Het zijn de Legendary Dogs. Ja. De Johto starters. Mm-hmm. En ik dacht Mightyena, Mistrievous en nog één Pokémon, maar die weet ik even niet meer. Ik heb al heel lang geen run meer van Colosseum gekeken of hey, zelf... over Schilly gesproken. Ah ja, hey, Parkle. Wat een nep Schilly, hè? Wel een nep Schilly, inderdaad. Oh, hij doet Earthquake. Oh. Ik kan weer gaan healen. F in de chat. Oh, Torkoal is nou ook dood. Dat is niet heel handig van hem. Nee. Daar denkt AI niet over na. Nee. Hey, Sneasel overleeft het. Zie. Hey. Dag de wagen. Dat is prima. Nu ik toch Scarlet heb opgestart, ik ga even wat raids doen, denk ik. Doe dat maar eens. Ja, het zit er weer van die nieuwe Terror Raids. Het is weer van die Paradox Pokémon, de Volcarona variant. Aha. We moeten eventjes die van... hoe heet die game ook weer? Ik moet die van Scarlet... Nee, van Violet moet ik even vinden. Dat ik nog een mooie fixen. Ik vind het alleen jammer dat de shiny odds niet zijn geboost voor deze. Dat was wel vet geweest. Ik zit trouwens te denken met een cage lock en Scarlet of Violet moeten we wel zelf de volgorde van de gyms gaan bedenken. Ja, inderdaad. Nee, maar daar kunnen we samen voor gaan zitten. Ja, we kunnen nu wel 18 cage matches doen. Ja, maar echt. Ik heb steeds meer zin in dit idee. Het wordt alleen maar beter. Ja, het wordt alleen maar beter. Het enige wat kut zal zijn in het begin, mm-hmm. is dat je niet zo snel kan lopen met je Pokémon. Dat is waar. Maar ja, daar komen we wel overheen, denk ik. Ja, komt wel goed. Wacht, en je kan TM's gebruiken, toch? Of is dat alleen als je een cage match... Nee, als je een cage match hebt gewonnen met een specifieke Pokémon. Oh, en dan kan je een perk erop geven, ja. Natuurlijk. Ah, oh, dus het is diezelfde als hoe jullie dat deden. Ja, zeker. Maar ik ga alle regels nog wel even uittypen. Yes. Want ik heb in het ver verleden wel een cage lock-achtig iets gedaan met Jordi en nog wat anderen. Ik weet alleen niet meer of we echt met perks deden toen.
Oh, die guy gebruikt gewoon Shiny Chandelure voor deze. Nice. Ja. Ah, substitute. Ik haat substitute. Substituting. Inderdaad, denk ik. En het is die vieze Sunflora die snel is met het zonlicht. Aangezien die weer die cut ability heeft. Die iedereen kent. Chlorophyll! Chlorophyll! Dan heeft die wat op. Waardoor die sneller is. Speed! Speed! Er is ook zo'n knopje van, trouwens. Ja, die weet Sander wel te vinden. Ja, zeker. Nou, soms kan hij die wel wat vaker gebruiken. Ja, inderdaad. Maar ja, dan let hij weer niet op en daardoor maakt hij fouten. Yep. Dus eigenlijk is het nooit goed. Nee, nee. En toch houden we van Sander. Inderdaad. Maar misschien moet hij gewoon... want ik neem aan dat de speed, als hij die gebruikt, dat het keer 2 is. Maar hij moet eigenlijk, denk ik, 1.5 doen of zo. Het zit even net tussen de normale snelheid en supersnel in. Ik denk dat dat hem zou helpen. Dat denk ik ook. Ja, en zijn intro momentjes die eisen ook altijd op. Maar die zijn wel belangrijk, de intro. Die zijn heel belangrijk, die kunnen we niet missen. Nee. Oh, dit is heel lang geleden. Er zit een hond tegen mijn deur aan te krabben. Oh. Dat heb ik al heel lang niet meer meegemaakt. Ik ga even de deur voor hem openen. Ja. Dat is wel zo vriendelijk. Hallo. En wat wij gaan doen is deze part beëindigen. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Ik zie je graag de volgende keer weer. Adios. Dat is toch niet normaal, Adios. Meer.